Steenbolk. We gaan die maken met wat bospaddenstoelen. Ik ga de steenbolk fileren eerst. Mooi kuisen. En dan ga ik die in fijn gesneden aardappeltjes rollen. Dan gaan we die even frituren. En we gaan ook een sausje maken met die paddenstoeltjes. We gaan beginnen weer met de vinnetjes eraf te knippen. En dan is onze vis klaar om te fileren. Je ziet hier die graat. Daar gaan we mooi naast snijden. En zorgen dat we op de graat blijven. En dan gaat dat vanzelf. Dus we steken gewoon ons mes hier net boven. We zorgen dat we boven de graat zijn. Je ziet, hier kan ik door. En gewoon mooi naar beneden. En langs de andere kant naar de kop toe. Langs de andere kant net hetzelfde. En voilà, dat is ons ander filetje. Even voelen met onze vingers. Hier voel ik nog een paar van die klein graatjes. Die gaan we eruit halen. Toch eens kijken hoe ongelooflijk schone witte vis dat is. Steenbolk. We gaan nu het vel eraf halen. We beginnen gewoon aan de staart. We snijden het even in. We gaan met ons mes naar voren. We pakken dat vast met onze handdoek. En voilà, dat veldje komt er vanzelf af. Voilà. We gaan ons visjes even onder koud water lekker fris spoelen. Voilà, die zijn mooi proper. Nu gaan we aan de volgende stap beginnen. Aan de paddenstoeltjes. Wat hebben we hier allemaal? Gele pleurotjes. We hebben wat champignons de Paris. We hebben een paar chanterelletjes. Een paar beukenzwammetjes. En we gaan van al die paddenstoelen samen een lekker sausje maken. En de mooiste ga ik overhouden om als garnituur. Altijd goed zien naar uw paddenstoelen of er geen zand aan hangt. Is dat zo? Met een borsteltje eigenlijk rustig erover wrijven en die proper maken. Als het echt te veel is, dan mag je het wel even kort in koud water, maar heel kort. Want zo'n paddenstoel die bestaat eigenlijk uit 80% of 90% water. Dus als je die nog eens in water zou leggen, dan zuigt hij dat allemaal op en dan verliest hij zijn smaak. We begonnen met de gele pleurotjes. Dus de gewone champignon de Paris. Bij de paddenstoel. Ga die allemaal in stukjes doen. En ik heb van onze beukenpaddenstoeltjes. Al die kleine steeltjes. Ze laten tegen rellen en dellen eigenlijk. Ja, die gebruiken we dan echt om ons saus te maken. Dus er gaat ook niks van verloren. Dan gaan we naar die mousserons kijken. Dan hebben we nog de chanterelletjes. Dat is weer een schoontje. Dat ga ik opzij leggen. Paddenstoelen, dat is ook zo de wonderen der natuur. Dat is ongelooflijk fascinerend. Zo. Op een ene dag niks, de volgende dag komen en die staan er. Dat is elke keer zo, ja, een wonder. Voilà. Dit zijn de paddenstoeltjes die we gaan gebruiken om mee op bord te schikken. En dat zijn er die we gaan gebruiken om de pure jus van de paddenstoelen te maken. Ik heb een potje op staan. We gaan daar een klontje boter in doen. We gaan de paddenstoelen weer gewoon laten stoven. Kruiden, een beetje zout erin.
Niet te veel, want het moet een klein beetje inkoken. Kruiden altijd wat voorzichtig. Beter wat bijdoen als dat er te veel in zit, want dat krijg je nooit niet meer uit. Voilà, die zijn mooi aan het stoven. Dat is weer kippenbouillon. En de kippenbouillon, wat is dat? Dat is van de rellen en dellen van de kip gemaakt. Van de nekken, van de poten. Dat je gewoon met wat groentjes opzet en daar een bouillon van trekt. Dus als je kip eet of zo, kun je dat altijd doen en bijhouden. Dat kun je altijd gebruiken. En je moet je gewoon rustig laten sudderen. Dat die jus echt die smaak krijgt van die paddenstoelen. Ik heb een aardappeltje nodig. We gaan die gewoon schellen. Voilà, onze aardappeltjes geschild. Hebben we een beetje bloem nodig. Ik ga mijn bloem weer een beetje kruiden. Een klein beetje zout daarin. Een beetje peper. Ik heb een eitje nodig, eiwit, eigeel, alles door elkaar. Ik ga het even losroeren. Een visfiletje nemen. Dan gaan we met de mandoline, onze aardappelen, in de lengte dunne reepjes van snijden. Dus aardappeltjes niet wassen, niks aan doen, gewoon. Ik ga het even in twee hoopjes verdelen. Onze vis even door de bloem halen. Netjes afschudden, daar moet niet te veel bloem aan liggen. Nu schudden we gewoon totdat onze vis eenmaal onder het eiwit en het eigeel zit. Dan gaan we die hierop leggen. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we die vis helemaal omwentelen met die aardappeltjes. Voilà, dus gewoon dat filetje er opleggen. En dan onze aardappeltjes daar rond. Voilà, onze visfiletjes zijn mooi omwenteld door de aardappeltjes. En die gaan nu even in de frituur die op 170 graden is, dan halen we dat eruit en dan garen we dat voort in de oven op 180 graden gedurende 5 minuutjes. Met een breed palet gaan we er voorzichtig onder. We gaan dat in ons mandje leggen en dan gaan we dat rustig laten zakken. Niet onmiddellijk onder, want dan begint dat te bakken en dan gaat al de aardappeltjes er rond weg. Voilà, en nu zitten ze helemaal onder. En dan moet je gewoon kijken zo, een beetje naar de kleur. Voilà, we gaan dat even op een serviettje leggen. Dus gewoon rustig erin. Stilletjes laten zakken. Aardappeltjes zijn al wel krokant, maar de vis van binnen is nog niet gaar. En daarom gaan we die nog even in de oven steken.
Voilà, we gaan er nog 5 minuutjes in steken. En ik heb de oven zo op 180 graden gezet. Tussentijd zijn zeker onze paddenstoelen gestoofd. En gaan we daar voort ons sausje van maken. Deze is een beetje verse room. Dan gaan we die een klein beetje laten inkoken. Dat gaat de binding geven. Ik ga dat eens even proeven. Paddenstoelen hebben al volledig al hun smaak afgegeven. En dan gaan we die nog even passeren door een fijn zift. We gaan dat goed lekker uitduwen, dat alle jus uit mijn paddenstoelen uit is. Even kijken naar de dikte van de saus. Dat mag nog een klein beetje inkoken. Maar de smaak is er zeker. Echt lekker hoor, die paddenstoelen. Dat is zo puur, zo natuurlijk. Nu ga ik die schoon paddenstoeltjes die ik overhoud, gaan even heel kort in die jus. Dat ze net gaar zijn, maar nog schoon in de vorm houden. Heel even laten opkomen en dat is oké. De paddenstoel mag ook zo'n klein beetje een beet aan blijven. Dan eens even naar de vis kijken. Ja, die is ook mooi krokant. Mag nog een klein beetje gezouten worden zo. Dat is gelijk bij je frietje zo, een klein beetje zout erop. Dat is altijd lekker. We gaan ons sausje nog even terug goed lekker warm maken. En zo even inkloppen. En dan wordt het een klein beetje schuimig en luchtiger. Het is bijna een sabayon eigenlijk van paddenstoelen dan. En dan gaan we er mooi rond doen. En voilà, dat is ons gerechtje.